Welkom in de studio. De coronacrisis is een gezondheidscrisis, maar ook een economische crisis. En dat laat zich voelen in de Vlaamse regering. Het geraamde tekort loopt inmiddels op tot 4,1 miljard. Dat is 10 keer meer dan aanvankelijk begroot. Bij ons in de studio, aan de andere kant van het lokaal hier, Philip Muiters van N-VA. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Muiters, die 4,1 miljard, er zijn natuurlijk die extra corona-uitgaven, maar er komt ook minder geld binnen. Hè. Over welke gewestbelastingen gaat dat? Ja, dat is niet alleen de gewestbelastingen. Je hebt natuurlijk eerst en vooral de dotatie. De dotatie wordt berekend op basis van de personenbelasting op de btw-inkomsten en dergelijke meer. Als die terugvallen, dan heb je daar een effect, niet alleen in 2020, maar ook in 2021. Nu, in deze begroting is er nog rekening gehouden met de voorspellingen die er in februari waren. En die waren nog vrij gunstig. Ondertussen zien we dat er geen groei meer, maar een krimp wordt verwacht in ons bruto binnenlands product. En dat gaat zijn effect hebben op die dotaties die we krijgen. Dus hetgeen ja. Die 4,1 miljard, die dotaties zullen nog verder zakken in de rest van het jaar. En daardoor zal die 4,1 miljard nog eigenlijk te weinig zijn. Dat zal nog verder oplopen. Daarnaast heb je bijvoorbeeld, mensen zijn geen huis gaan kopen gedurende de afgelopen 2 jaar. Ja. Dus de belastingen die daarop geheven worden, die zijn ook niet binnengekomen. En dat maakt allemaal dat die inkomsten effectief een pak zijn toegevallen. Maar dit zijn nog maar voorspellingen op basis van een groei van nog plus 1,2% of 1,4% en niet de krimp van misschien wel 6-7%. Ja, want de Nationale Bank raamt die krimp op 8%. KBC durft zelfs naar 13% krimp te voorspellen. Dat is ja, ongezien, dat is enorm. En dan gaat natuurlijk die 4,1 miljard zo snel oplopen tot zeker 5 miljard. Ja, dan mogen we eigenlijk toch maar alleen gelukkig zijn dat wij in Vlaanderen de afgelopen jaren een goed begrotingsbeleid hebben gevoerd, zodanig dat onze schuld beperkt is en dat wij telkens opnieuw met een begrotingsevenwicht kwamen. Want als dat er niet is, ja, dan begin je al slecht, dan zit je met hoge schulden en met tekorten en dan komt dat er bovenop. En gelukkig is dat niet het geval. Dus ik denk als enige van de overheden in België zitten wij effectief met een goede financiering, met een goede begroting. En dat heeft zijn voordelen in een moment van crisis. Dat haalde minister-president Jan Boon ook aan een tijd geleden, bij aanvang nog van de coronacrisis, net bij de start van de lockdown, dat we een vrij robuuste begroting hebben en dat we het tekort zouden kunnen opvangen, de meerkosten zouden opvangen door een herschikking van de uitgaven. Tot daar de quote. Inmiddels weten we meer, ook over het prijskaartje. Enkel met een herschikking gaan we er dan niet komen. Nee, ik denk dat heel duidelijk is dat die 2,5 miljard aan extra uitgaven die voor een groot stuk naar het redden van onze economie, van onze bedrijven is gegaan, met de hinderpremie, met de andere premies naar de bedrijven toe, dat dat toch een, op zich 2,5 miljard, dat dat een tekort is dat we niet zullen goedmaken tijdens deze begroting. Het enige wat we moeten zien is dat we naar de toekomst toe toch terug naar een robuuste financiering gaan, dat we naar een robuuste begroting gaan die ook mogelijke crisissen, corona of andere crisissen, bankencrisissen zoals in het verleden, om die ook weer op te vangen. Dus ik denk dat we nu een jaar het slecht doen, een schuld opbouwen, dat kan dankzij het robuust beleid in het verleden, maar dan moeten wij op termijn teruggaan naar een begroting in evenwicht in Vlaanderen. Ja, want deze begroting was deels uw erfenis, hè. Maar dat evenwicht wordt hoe dan ook losgelaten voor dit jaar, volgend jaar. Zit er eigenlijk nog een evenwicht in tot 2024? Omdat die economische impact van corona lang nazindert, de crisis kan ook in golven terugkeren. Er is een geschatte welvaartsval van 1,5% in ons land, in België. Een evenwicht, lukt het nog ooit, in 2024 althans? Ik denk dat we dat nu nog te vroeg is om daarop in te gaan. Laat ons nu eerst zien welk van die voorspellingen, en u heeft er verschillende genoemd, en die zijn zo verschillend, die voorspellingen, dat je het vandaag nog niet kan inschatten. Hebben we effectief een V, of zijn het twee V's na elkaar, crisis en een snelle heropstanding, want dat was wat de Nationale Bank ook naar voren brengt, min 8, dit jaar en plus 8, volgend jaar. Ja, het zal allemaal de volgende maanden
maanden zullen we meer duidelijkheid geven. En ik denk dat we dan pas echt mogen gaan kijken naar een meerjarenraming van begrotingen. De overheid is gul geweest. Te zeggen bijvoorbeeld de eenmalige energiepremie vanaf een dag technische werkloosheid. €200 forfaitair bedrag. Het is misschien onpopulair om daar in deze coronatijden aan te twijfelen. Maar dat is natuurlijk wel geld dat is weggegeven. En ja, kan je dat volhouden? Op dat moment in de crisis was het opportun. Maar dat is een pak geld, hè? Ja, maar het is een eenmalige steun naar mensen die op dat moment in problemen zijn. Idem dito naar de bedrijven toe. Ik denk dat we moesten de hinderpremie er niet geweest zijn. Moesten de andere premie van bedrijven toe er niet geweest zijn, dan denk ik dat we met meer faillissementen zouden te maken hebben. Ja, en dan is dit wel goed dat dat gebleven is, want faillissementen zou betekenen meer werklozen, zou betekenen minder mensen aan het werk, zou weer betekenen minder belastingsinkomsten enzovoort. Verder. Dus daarvoor zorgen dat die economie in stand is kunnen blijven of maximaal is kunnen in stand blijven, is zeker een juiste beslissing geweest. En dan ging het de voorbije week ook over die overbruggingskredieten waarop men aanspraak kan maken als zelfstandige vanaf 7 dagen geen opdrachten. Dat daar nogal los met de regels wordt omgegaan. Het is op basis van een verklaring op eer. Sommige gevallen ging het over fraudebedrijven die eigenlijk niet actief zijn. Zal daar strenger op toegekeken worden? Ja, zover dat ik heb begrepen, voor de zaak waar Vlaanderen voor bevoegd is, zal er inspectie komen, zal er controle komen. Ik vind altijd goed dat regels eenvoudig zijn naar bedrijven toe, maar je moet dan effectief gaan controleren of die regels juist gevolgd zijn. Dat kan je doen met steekproeven, dat kan je ook gericht gaan doen als je signalen krijgt. Ja, dat moet nu effectief gebeuren. En ik denk, en ik ben er zeker van, dat die Vlaamse regering dat ook zal doen, zodanig dat wie onterecht en frauduleus is geweest, dat die zeker tegen de lamp moeten lopen, dat daar inspectie moet opkomen. Maar dat is toch beloofd, hebben we gezien, vanuit de Vlaamse regering de afgelopen dagen. Ja, oké, zeer bedankt voor dit gesprek, meneer Muiters. Heel graag, dank u.